De enorme industrialisatie van ons land, die tientallen nieuwe fabrieken deed ontstaan en in praktisch alle provincies centra van massaproductiviteit in het leven riep, vraagt om steeds meer energie en elektriciteit voor productie en vervoer. Om de 10 jaar verdubbelt zich het elektriciteitsverbruik. Verscheidene grote elektrische centrales zijn gebouwd om in de behoefte te voorzien. En op het ogenblik is er bij Dodewaard in de Betuwe één in aanbouw die voor de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening van bijzondere betekenis zal zijn. De dikke betonnen muren wijzen er reeds op dat hier een geheel nieuw soort elektriciteitsfabriek in aanbouw is. Namelijk een kernenergiecentrale met een kokend waterreactor als centrum, waarmee de Nederlandse stroomleveranciers ervaring gaan opdoen. Men kan al duidelijk de plaats van het reactorvat zien, dat omringd zal zijn door betonnen wanden van 2 meter dikte. De maquette toont hoe men, als het zover is, dit stalen vat in die ruimte neer zal laten. In Rotterdam is men intussen bezig dit gevaarte van 12 meter hoogte en 3 meter diameter uit een speciaal soort staal van 8 centimeter dikte te vervaardigen. Men maakt het vat in segmenten die later aan elkaar gelast worden. In 1968 zal de experimentele centrale, die voldoende elektriciteit kan leveren voor een stad als Arnhem, gereed zijn en er dan uitzien als de maquette nu toont.